De studenten van de richting MOB Spaans van het EOL organiseren een tweedaagse workshop om het vak Spaans te promoten. De workshop is vanmorgen geopend. De studenten zijn in groepen verdeeld en de groep Buscavidas had als onderwerp El Desarrollo Económico, oftewel de economische ontwikkeling. Het doel van de workshop is om door middel van de Spaanse lessen op school de kinderen bewust te maken van de economische ontwikkeling. Tijdens de workshop zijn de leerkrachten tools aangereikt hoe zij dat in hun lessen kunnen toepassen. Norman Chabin, leerkracht en MOB-student Spaans, vindt dat het Spaanse veld vernieuwingen nodig heeft. Daarom is gekozen voor het organiseren van de workshop. Te weinig leerlingen kiezen na de middelschool Spaans als keuzevak. En daar moet verandering in komen, zegt hij. Dat is ook een van de redenen waarom wij hebben gekozen voor dit onderwerp. Omdat Spaans heel leuk is, heel leuk kan zijn, heel leuk moet blijven. Maar veel hangt af van ons als leerkrachten. De leerlingen komen als blanco velletjes naar binnen. En wij moeten het zodanig beschrijven, zodat ze eigenlijk ervaren wat het mooie. In het Spaans zeggen we lo estético de la lengua. Moeten wij meegeven. Leerkracht en MOB-student Spaans Angela Amrit Pershat zegt dat leerkrachten niet alleen bezig moeten zijn met het overbrengen van de leerstof. Het cognitieve gedeelte van de les is zeker nodig, maar het is niet het belangrijkste, geeft zij aan. We moeten de kinderen bewust maken van iets meer. En dat ietsje meer houdt in dat het kind bewust gemaakt wordt om dat kind moet ontwikkeld worden, om op elk vlak van het leven eigenlijk zelfstandig door het leven te kunnen gaan. Die moet in staat zijn om elke situatie aan te kunnen. En we zijn de mening toegedaan dat wij als MOB-studenten de opdracht hebben gehad van onze docenten om dit onderwerp helemaal uit te rafelen en het te delen met het veld, het Spaans veld, om ze eigenlijk te triggeren om de juiste impulsen uit te zenden, zodat zij op hun beurt verder kunnen gaan in het veld. En we zijn de mening toegedaan dat we dit doel kunnen realiseren gezamenlijk. Want we zijn één team, weliswaar op verschillende scholen. Maar als we elkaar zo bundelen, hebben we één doel voor ogen. En dat is het Spaans onderwijs te verhogen. In het Spaans zeggen we elevar el español como lengua extranjera al nivel que verdaderamente merece. Esto es. Angela Amrit Pershat, student MOB Spaans aan het EOL. Ze sprak vanmorgen tijdens de tweedaagse workshop Spaans. De workshop is gehouden op de Graaf van Zinzendorf School.